We hebben de afgelopen periode verschillende straten in de Zuidlanden woonrijk gemaakt. En ook de komende maanden gaan we dat weer doen. Woonrijk maken betekent de finishing touch van de wijk. Dus dat is de definitieve afronding van de openbare ruimte. Dat gaat over de bestrating, groeninrichting en de openbare verlichting. We zijn begonnen met het green. We gaan daarna door naar de Koolmelkerij, het gebied rondom de tiny houses. Vervolgens de Borkerij. En ook de fietsverbinding tussen Techem en de Klamp wordt daarmee afgemaakt. En tenslotte nog de Hooitesloon in Gautum-Zuid. We verwachten dat we voor de zomer van 2022 alles afgerond hebben. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u ons altijd bereiken via info@dezuidlanden.nl of ga voor meer informatie naar de website www.dezuidlanden.nl.